In de regio of dit is deze week weer hier het korte nieuws. De PvdA Tiel heeft bekendgemaakt dat Ben Brink ook beschikbaar is voor een volgende termijn als wethouder voor de gemeente Tiel. Brink volgde onlangs Corrie van Ree Oud-Ammerveld op, omdat zij vertrok naar de gemeente West Maas en Waal om daar waarnemend burgemeester te worden. Op zaterdag 1 juli wordt in het Kalverbos in Tiel een woonmarkt georganiseerd. Tussen 10 en 5 kunnen belangstellenden zich laten informeren over het kopen of huren van een woning, informatie over langer zelfstandig wonen en het aanvragen van bijvoorbeeld een bouwvergunning. Op zondag 2 juli vindt het evenement Tiel Toont weer plaats. Het evenement is in het leven geroepen om een beeld te geven van de culturele activiteiten in Tiel en omgeving. Er is een markt, shows en optredens zijn te zien en te horen. Regio TV Tiel gaat verhuizen van frequentie voor KPN-abonnees. Nu is Regio TV nog te zien via kanaal 577 en wordt veranderd in 1404. De wijziging gaat in per 4 juli. De wijziging geldt niet voor andere providers zoals Ziggo. Bij tennisvereniging Ter Medel is het eerste project zonnepanelen op daken bij sportclubs afgerond. In bijzijn van wethouder Verspuij werden de benodigde handtekeningen gezet. De realisatie kon mede tot stand komen door Stichting Solar en de gemeente Tiel. En dan nu aansluitend het economisch nieuws. Tielenaar Theo Brink wordt de nieuwe CEO van het nieuwe bedrijf dat ontstaan is na de fusie tussen Nationale Nederlanden en Deltaloid. Nationale Nederlanden is een financiële dienstverlener met ruim 4 miljoen particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Er zit schot in de komst van een nieuw winkelcentrum in Tiel-West. Na de zomervakantie wordt een definitieve presentatie gegeven van het nieuwe complex dat moet komen op de plaats van het voormalige verzorgingshuis Westleden. Er komt onder andere een Lidl en Aldi. Dit was het. Mijn naam is Gijs Peters. Tot de volgende regioflits.